Hey hallo en welkom maar weer terug bij een nieuwe video. Vandaag spelen wij weer lekker Hamburg. Voor mij is het een hele lange tijd geleden dat ik weer lekker Hamburg heb gespeeld. Uh, ja, voor jullie uh, maakt het echt helemaal niks uit, want uh, ik plan al mijn video's netjes in dat ze om en om gaan natuurlijk. De video uh, hierna wordt de marathon. Hartstikke mooi. We krijgen, uh, krijgen na deze video krijgen een hele mooie marathon van aflevering 1 tot en met 5 op Primelist. Een hele mooie marathon. En uh, ja, ik ben best wel dom bezig. Ik wil crimineel wezen met 10 politie in de server. En ik weet niet of dat een slim idee is. Maar uh, ja, ik had gewoon zin in een goede achtervolging. En ik ben bang dat ik dat zo wel kan gaan krijgen. Ik weet niet wat die gaat doen. Dan gaan wij hier eventjes mooi parkeren. Zo, sprinten wij naar binnen. En rennen wij naar de overkant. Want daar zijn nog twee kastjes. De politie staat daar geparkeerd. Je denkt, ik heb je niet door of zo. Wat de vaak. Wat denk jij dan, jong? Dat ik een beetje dom ben of zo, joh. Mafkaas Weet je. Ik ga hem wel gaan overvallen. Want. Dan, dan ga je een beetje schieten, joh. Dat doe ze dus even niet zo raar, joh. Mafkaas. Hartstikke mooi. Nou, dan gaan we even de boel pakken. Komt er een ander voorrijden. Zo, hop. Hop, rennen, rennen even, rennen. Oeh ja, en uh, nou peren wij hem hè. Nou krijgen we een achtervolging, dat is waar zorgen wat gehoopt. Dus we gaan jullie lekker zien in de timelapse. Er zitten plankjes op de boot, dus wij gaan weer terug naar die wilier. Kijken of we die andere kast ook nog even kunnen pakken. 12 seconds later. En die wilier is weer overvallen. Er, uh, er liggen hier nog twee dingetjes, dus laten we die eventjes mooi uh, meegrijpen. Opgelet, er is een woud binnen met een taser. En die vind ik meestal niet zo aardig, want die proberen me altijd iets van aan te houden. En daar heb ik er best wel een hekel aan. Komt daar gelijk een... Cool, is het in de cover? Dat is een cover. Ja. Hop. Dat doen we even omdraaien. Doei, doei. X3. Fijne middag, meneer. Leder. Zo, en ik wil eigenlijk wel weer graag in mijn Audi Q5 rijden. Of in mijn G-klasse. Dat mag niet ook. Maar we hebben als voor de volgende auto bij 195.000 euro is nodig. Dus dat wordt weer even flink sparen. We zijn nu op 66. We zijn nog lang niet op de helft. Laten wij de Audi Q5 pakken. Die hebben we natuurlijk al unlocked in. Uh, ja, niet. Het is niet echt een serie. Het is meer het project waarin wij zoveel mogelijk geld proberen te verdienen. Om uh, alle auto's op het civilian team te bezitten. Hierbij hoort natuurlijk ook uiteindelijk de Quad Game Pass kopen. Maar uh, daarmee wacht ik nog even. Want er komt natuurlijk binnenkort. En misschien als deze video uitkomt, is de update al geweest. Dat er, uh, dat er uh, convertibles komen, cabrio-auto's. Dus dat zou wel heel erg leuk zijn als die er zouden zijn. Ik heb gehoord dat er al een game pas onder de game staat, die je dan moet kopen. Dus uh, ja, ik ben benieuwd hoe dit gaat uitpakken. En ik, uh, ik ben bang dat ik hem inderdaad ga kopen voor de mensen die er naar nou vragen. Ik, uh, ik ben benieuwd wat voor auto's er allemaal in die pack zitten. En, uh, als het een beetje uh, waarde voor je geld is, dan, uh, dan ga ik het zeker doen. Hier buiten zijn weer lekker wat kassies. Gaan we weer even waarde voor ons geld hier halen? We betalen namelijk helemaal niks en we krijgen een heleboel mee. Wel boze agenten, meestal, maar dat is een probleem voor morgen. Hè. Hop, eerst de kassie. En dan pakken we gelijk even de twee mooie. Heet uh, het? Uh, Kettinkjes pakken we eruit. En uh, we daarna hebben we nog een kassie daar. Uh. De binnenkant is zo te zien ook weer goed rijkelijk gevuld. Daar houden wij wel van. Er is nog geen politie. Is dat politie of is dat gewoon een civilian die op telefoon rijdt of zo? Even kijken, ik wil wel weten hoeveel zeven politie en drie agenten weg, joh. Het is gewoon rustig. Laten wij eens eventjes ook deze kassies pakken, gewoon eventjes zoveel mogelijk en daarna lekker vluchten. Hop, komt u maar met deze kast even openbreken. Daar houd ik wel van. Ik kon... Is dat politie? Ja, is wel politie, geloof ik. Dat is zeker politie. Zet de sirene uit, dan weet ik niet exact waar die is. Zo. Doet u even dit kassie ook openmaken, alstublieft. Alstublieft, doet u even dit kassie ook openmaken. Zo. Er worden gewoon 14 zakjes als het even mee zit. 13 zakjes. 14 zakjes. En wij zijn hier nooit geweest. En we zijn hier nooit geweest. En we zijn hier nooit geweest. Fijne middag, jongens. Fijne middag. Yoey Even kijken. Waar zit dus We zijn de dealer. De dealer zit weer. Zit daar. Maar daar wil ik helemaal niet naartoe. Ik wil helemaal niet naar die dealer. Ik wil naar die dealer. Hop, laten we even maken dat we hier wegkomen. Die komen natuurlijk allemaal met een uh, hulp achter me aan. Ga ze maar achter die groene aan? Dat zou ik echt geldig vinden. Eh, dat is een paal. Die zijn meestal harder dan, uh, dan gehoopt. Nu even ons de gestolen juwelen hier afleveren. We zijn alweer bijna bij de 100k. Wat gaat het snel? Mooi, mooi, Nou, Er komt een kwad met een brandweermerken erop aanreizen. Laten wij eens even hier. Uh, dat is nu wel een beetje druk hier. Het is nu wel een beetje druk hier. En wij zijn nog wanted voor 6 minuten. En er staat helemaal geen geld daar. Dus dat heeft niet zoveel zin om, die dan, uh, om daar dan op te gaan wachten. Laten we even kijken of we nog uh, de boot kunnen overvallen. Dat vind ik een goed idee. We gaan even lekker naar de boot toe. One eternity later. We zijn nu lekker bij de boot aangekomen. Ik heb de auto gerepareerd en eventjes een nieuw kleurtje gegeven. Dat we wat minder opvallen. Even kijken, er zijn nu geen plankjes voor. Gaan we even snel keren. En dan, uh, dan gaan wij ervoor zorgen dat we even twee knalmachines aanschaffen. En vervolgens de deuren van twee zeecontainers naar Tokio blazen. Dus hier zijn we bij meneer de, de, de plofkraakverhandelaar. Uh, doen we even twee bomskers kopen. Prachtig, joh, prachtig. Zo, dan springen wij weer over de rand en er, uh, rennen wij voor zover wij nog stamina hebben naar de auto toe. Stamina heb ik precies niet meer, dus dat is een beetje een dingetje. Weet je, dat is een beetje een dingetje. Dan gaan we even lekker bij de deur parkeren. Zo, hop. Een beetje op de weg, dan kan ik niet vastgezet worden tegen een muurtje of een deurtje. Dan uh, gaan we eventjes beginnen met uh, gloenen. Hartstikke mooi. Kunnen we even weer stamina opsparen voor zometeen? Doen we eventjes een boom. Zo, dat, dat. Oh, kijk die goudstaafjes. Laten we even beginnen met de goudstaven. Die kunnen we gelijk verkopen. We kunnen uh, ja, later terugkomen. Kan dat nou niet echt? Dan moeten we wachten tot uh, alles is gereset, Maar bij Goudstaven ligt toch wel de voorkeur. Daar heb ik het idee dat je toch net eventjes meer voor krijgt. Dus laten we even lekker die goudstaafjes pakken. Komt u maar met de goudstaaf. Komt u maar, komt u maar, komt u maar met de goudstaaf. Hoppa ja nou en hoe wij dit even hard gaan terugverdienen. Nou nu gaan we eventjes ook een partij die andere deur eruit knallen. daar zeg je u tegen. Sirene kap ermee. Ik hoor nog geen sirenes. Hop goudstaven kun je geen deuren mee opblazen. Dus we moeten eventjes zo'n bommetje daar neerleggen. Zo prachtig. Laten we beginnen met de machete pakken. En die dan ook gelijk in ons hand nemen. Voor als er een agent een leuk denkt te doen. Hop pak even de blikjes. Want ja de kans dat we moeten gaan rennen is natuurlijk aanwezig. En dan eindigen we weer met de knaken, de Eckermannen, de Florijnen. De Duiten. De bestapels met groene flappen. Het geld wat wij heb nodig hebben voor onze autocollectie. Hetgeen waarom je geld en een wapen en een paar energyblikjes in een container zou verschepen over de zee. Maar be my guest. Als ik het kan jatten, vind ik het helemaal mooi. Hop, dan gaan we weer naar de dealer toe. Die staat aan de overkant bij de uh, grote zilveren silo's zijn dit denk ik. Ik weet niet echt wat zou hierin zijn. Het lijkt echt op Olisilos vind ik. Laten we eens hier door het hekje heen banjeren. Zo, prachtig. Dan doen we eventjes een machete verkopen. Dan Doen we de goudstaven verkopen en dan doen we ook eventjes 10 minuutjes wachten, want dan krijgen we 7000 en dan zijn we lekker over 10 minuutjes bij jullie terug. 2000 years later. Zo, het geld is binnen. Hartstikke mooi. Ik heb er nog een klein beetje bijgeropt in de tussentijd van het knippie. Dus ja, nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. naar dat video. Heb je nou genoten? Abonneer dan zeker. En dan zie je graag terug bij de volgende.